Goedemorgen, het is vandaag maandag 5 januari en ik ben net wakker. Ik ga even naar beneden toe, want ik heb echt ontzettende honger. En ik weet niet hoe het kan, want ik heb gisteravond ook heel erg veel gegeten. Alleen mijn buik staat nu echt de hele tijd te brobbelen en zo. Dus ik ga naar beneden wat eten pakken en daarna zie ik jullie weer. Wil je naar binnen? Hey, kom maar. Ik ga ontbijten met 3 tosti's, want ik heb heel erg honger. 3 tosti's dus met curry. En ik moet ze nog opwarmen. Mijn eten is klaar, dus ik ga nu ontbijten en lunchen in 1. Ik ben bezig met de beauty aanbiedingen van week 2, want het is alweer week 2. En ik ben ondertussen bezig de vlog te bewerken van gisteren, 4 januari dus. En daar ben ik denk ik wel eventjes zoet mee. Ik ben mijn hele schema aan het aflopen voor deze week, zodat ik alles klaar heb. Omdat ik heel veel moet werken en dan geen tijd heb. Dus daar ga ik eventjes mee bezig. Mijn vlog van gisteren is nu aan het opslaan. En ik ben ondertussen op zoek op internet naar een studiolamp, inclusief een softbox. En ik heb eentje gevonden op Vida XL en ik denk dat ik die ga bestellen. En ik hoop dat hij het heel erg goed doet, want dan kan ik eindelijk weer gewone filmpjes opnemen en zo. Want het is echt heel erg donker hier. Dus ik ga even verder sneupen en als ik wat heb gevonden, dan horen jullie het. Zo, ik heb echt geluk. Er zijn precies nog 2 op voorraad, dus ik moet ze nu snel bestellen voordat ze weg zijn. Ik ben echt helemaal happy en ik kan niet wachten tot ik ze binnen heb. Oké dan, ik heb zojuist mijn lampen besteld en ze zijn als het goed is binnen 2 dagen binnen. Ik ga nu eventjes douchen en ik heb een heel erg lui dagje vandaag. Dus daar ga ik voor genieten en ik ga hem ook lekker comfortabel aankleden. Dus ik ga nu de douche in en ik zie jullie zo meteen weer. Zo, ik ben gedoucht en ik ga zo meteen mijn haren feunen. Ik ga geen make-up op doen vandaag, want daar heb ik gewoon echt geen zin in. Al dat werk voor niks, want ik blijf toch gewoon thuis, denk ik. Dus een dagje zonder make-up is ook wel eens goed. Ik draag vandaag ook nog comfortabele kleding, want ik heb een sjaal om, een hele dikke sweater, een spijkerbroek en gewone platte schoenen. Dus lekker comfortabel en gewoon lekker binnen zitten. Oh, mijn lamp is kapot, zie ik nu. En er zit nog maar net een nieuwe in. Moet ik die ook nog maar vervangen, als we een nieuwe hebben tenminste. Ik ga eventjes naar beneden, daarna mijn haren feunen en dan weer verder met bewerken. Ik verveel me echt de pleuris. Ik heb geen zin om mijn haren te feunen. En ik word echt stapelgek van die kinderen buiten te schreeuwen en zo. Ik kan echt niet tegen, man. Wat heb ik een zwaar leven. Ik krijg het best wel koud trouwens, want mijn haren zijn nat. Dus ik moet ze maar eventjes gaan feunen, want de fan ligt naast me. En daarna ligt hij al 2 uren en ik doe er gewoon helemaal niks mee. Ik ga mijn haren feunen, misschien krijg ik het dan warm. Mijn geluid van mijn camera doet vet raar. Ik hoor steeds... Ik hoop niet dat die kapot gaat. Oh nee, nu is die weer goed. Dus ik denk dat het aan dat filmpje van zo net lag. Ik denk dat ik mijn hand op de microfoon had liggen of zo. Echt iets voor mij. Ik ga nu echt mijn haren feunen, want ik word nog luier dan dat ik al was. Oké, mijn haren zijn droog en ik heb het nu al een stuk warmer. Want het is zo koud als je haar de hele tijd nat is en zo. Want als je hoofd koud is, dan ben je helemaal koud. Ik ben aan het wachten tot de vlog nummer 23 geüpload is. En dan komt hij op 7 januari online om 6 uur 's ochtends. Het is nu 5 januari en het is 4 uur. En ik heb nog steeds niet zoveel nuttigs uitgevreten. Dus daar ga ik mee verder. Ik heb trek in iets lekkers, dus ik ga naar beneden eten zoeken. Ik heb een mueslireep gevonden. Wat ruikt hier lekker, joh. Mama is aan het eten koken. En ik ruik het hierboven en daar krijg ik echt honger van. Ik ga vandaag volgens mij kriltjes eten en gehakt en daardoorheen sperziebonen en nog een mix. Heel erg lekker ruikt het. Oh, ik hoop dat we snel gaan eten. Mama is lekker eten aan het maken en het is bijna klaar, zo te zien. Ik ben aan het praten tegen de camera. Welkom. Eet smakelijk. Oké, het eten is op en ik ga nu eventjes koffie drinken beneden, denk ik. Want ik heb best wel zin in koffie. En dan blijf ik een beetje wakker en dan krijg ik misschien wat energie om dingen te gaan doen. En ik zie er niet uit vandaag, maar dat maakt niet uit. Ik ga naar beneden. Nou, mijn moeder is beneden de mutsenbak aan het uitzoeken. En ik kom er in één keer achter dat ik nog allemaal mutsen en hoedjes en zo heb. Deze is een hele leuke hoed. Een witte muts.
een dierenprintmuts, een hele zachte. Een blauwe met bruine muts. Een roze muts. Een grijze, wat wijdere muts. Een zwart hoedje, net zoals het eerste hoedje wat ik liet zien. Nog een witte grote muts. Nog een zwarte muts, nou ja, mutshoedje. En nog een kol, een harige. Dus, ik dacht dat ik het allemaal kwijt was. Ik wist niet eens dat ik het allemaal had. Maar ik ben er wel weer heel erg blij mee. En we gaan eventjes snel naar de winkel. Ik en mijn moeder. Doei! Ik kom net terug van de Albert Heijn en ik heb wat lekkere dingetjes gekocht. Ik heb 5 gesuikerde donuts gekocht en die zijn zo lekker. Ik heb melkschijfjes gekocht, ook heel erg lekker. 2 blikjes Fernandes en Oreo. Oh, ik ga lekker genieten van al deze lekkere dingen. Zo, ik ga eerst deze opeten en daarna ga ik nog veel meer eten. En ik gooi er ook nog een blikje drinken bij in. Ik ga lekker heel veel donuts eten. Dit is de eerste en dan heb ik er nog 4. Dat is zoet. Is je ook? Nee. Lekkerlui.nl. Ik zit al een half uur op mobiel YouTube filmpjes te kijken en zo. En ik ga zo meteen weer verder met het bewerken van deze vlog alvast. Dan heb ik dat alvast klaar. Dan hoef ik dat morgen niet te doen. En ik heb jeuk aan mijn neus. En ik ben zo benieuwd naar mijn lampen die ik heb besteld. Ik ben echt heel benieuwd wanneer ze binnenkomen. En ik ga ze dan gelijk uittesten. En dan kan ik eindelijk weer gewone filmpjes opnemen en zo. En ik ben van plan om echt weer met mijn blog bezig te gaan. Ik heb mijn blog echt laten stikken. Ik ben alleen met YouTube filmpjes en zo bezig. Met vlogs en alles. En ik moet echt weer meer aandacht aan mijn blog besteden. Dus ik ga nu proberen op te staan. En verder met het bewerken van mijn vlog. En daarna mijn pyjama aantrekken. Mijn onesie. Ik ga me eventjes insmeren met de Switzal Slaapzacht Body Lotion. Want ik heb een heel erg droge huid en het begint heel erg te jeuken. En daar kan ik echt niet tegen. Dus ik ga me hier eventjes lekker mee insmeren. Ik ben deze dennenappels en kastanjes is ook wel een beetje zat. Dus die ga ik hieruit halen. Ik heb helemaal geen zin meer in winter en zo. Doe mij maar zomer. Dus dit wordt weer lekker kaal. Ik ga deze rotzooi even opruimen. Wordt die steeds voller namelijk. Ik ga opruimen en dan zien jullie zo meteen het resultaat. Ik ben echt een hamster joh. Ik bewaar alle lege verpakkingen van producten die ik heb opgemaakt. Terwijl ik ze al lang in een opgemaakt artikel heb besproken. Dus deze gaan nu richting de prullenbak. Ik spaar ook bonnetjes en zo. En die ga ik nu ook weggooien. Daar heb ik ook helemaal niks aan. Ik ben een beetje in een opruimstemming. Verpakkingen van parfum die ik net heb gekocht, die bewaar ik ook altijd. En die gaan nu ook de prullenbak in. Want ik doe er toch niks mee. Tasjes sparen is ook heel erg leuk volgens mij. En die ga ik ook allemaal weggooien. Een tas vol met tasjes. Zo, ik heb mijn spulletjes opgeruimd. Ik heb hun een kaarsje aangestoken. En ik heb dit hetzelfde gehouden. Ik heb hier een beetje geplaatst. En ik heb mijn kaarsjes en mijn dennenappels en mijn kastanjes hier uitgehaald. En hier heb ik al mijn parfums in gezet. Vind ik wel mooi lijken. En voor de rest is alles eigenlijk een beetje hetzelfde. Daar in de hoek. Daar die roze mand, daar heb ik allemaal fotografie spullen en zo in. Dus die moet al wel blijven. Ook al ben ik er niet zo blij mee dat die zo in het zicht staat. Maar ja, ik heb geen andere keus. En mijn bureau is ook nog steeds hetzelfde. Dus ik heb eigenlijk alleen dit allemaal veranderd. Ik ga zo meteen hier, in deze pot, al mijn herinneringen doen van 2015. Dus ik ga er alles eigenlijk in doen wat ik iedere dag heb gedaan en wat mij iedere dag blij maakte. Dus 365 dagen lang. Ik kan het nu nog wel onthouden, want het is nu nog maar 5 januari. Dus ik heb maar 5 dagen die ik er nu alvast in kan stoppen. Ik moet nog wel even wat papiertjes gaan zoeken en zo. Wat kleine papiertjes. En dan ga ik ze allemaal hierin doen. En dat het hele jaar lang. En ik ben benieuwd. Dan ga ik waarschijnlijk het einde van dit jaar ga ik deze allemaal met jullie bespreken. Of een gedeelte ervan. Dus alle dingen die mij blij maken, ga ik hierin doen. Leuk! Ik neem een glas Lambrusco, omdat dat kan op maandagavond. En omdat ik vrij ben, morgen overdag en 's avonds pas hoef te werken. Proost!
doosjes en wijn. En dat op een maandagavond. Ik geniet. Tito. Het gezellig, hè? Een slijmbal. Het is inmiddels 13:45 en ik ga slapen, want mijn wekker gaat morgen om 8:00. Ik wil er weer vroeg uit zijn. Ik moet weer een beetje in mijn ritme komen en zo. Dus ik ga morgen om 8:00 opstaan en ik hoop dat het lukt. Nou ja, mijn moeder is er ook, wandelende wekker. En ik ga nu mijn laptop afsluiten en daarna ga ik richting mijn nest. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei!